Goedendag. Welkom in mijn stoel. Dankjewel, man. Leuk om hier te zijn. Vind ik ook. Een bijzondere setting. We zitten in Nooi. Het kan slechter, hè? Ja. Voorspelling van het weer zijn ook goed. Dus het gaat... Als jij een beetje je best doet, dan gaat de zon nog schijnen dadelijk. Wie weet. Verbrand ik. Nou, dat moeten we niet hebben. Om te beginnen met jaar, wat mag er gebeuren? Ik heb daar werkelijk geen idee bij. Maar ik vermoed dat jij dat wel hebt. Ja. Dus ik laat me in die zin maar verrassen. Ik heb jou een tijdje terug een keer geknipt. En toen had ik een idee. En ik denk dat het wel goed is om het idee voor te zetten. Want je bent nu... Althans, het haar is nu een stuk langer. Ik had één opdracht. Ik moest het laten groeien van je. Ja. Dus daar heb ik enorm mijn best voor gedaan. Heel goed. Dat is zeker gelukt. Dus ik kan er nou een mooie coupe in gaan knippen. Wil je weten wat ik ga doen? Of zal ik het gewoon doen en dan ontstaat het? Ik vind het wel een interessant experiment. Ja. Cool. Oké, okay, dat gaan we dan doen. Hé, maar wat doe jij zo in het dagelijks leven? Ik ben kok. Je bent kok? ik sta in een keuken. Ja. Maar ik heb civiele techniek gestudeerd. Ja. En ik bleek iets beter in mijn bijbaantje dan in de studie civiele techniek. Dus uiteindelijk om 21ste begon aan de koksopleiding. Aan de koksopleiding. Waar heb je dat gedaan? In Eindhoven, maar officieel heb ik dat op een manier gedaan die... ik heb het op een manier gedaan die officieel niet toegestaan is. Binnen een jaar en een maand had ik alle diploma's. En kon ik eigenlijk nog helemaal niks. Maar hoe kan dat dan? Iets wat niet toegestaan is, maar dan wel op de vakopleiding? Ik zal het je hele verhaal besparen, maar iedereen had er baat bij dat ik snel wou afstuderen. Okay. Omdat het gewoon een mismatch was met de manier waarop die opleiding destijds ingevuld werd. Ja. En ik had daar zo mijn vraagtekens bij. Dus toen mocht ik eerder via slinkse route buitenom mijn examen doen. En wonderbaarlijk genoeg heb ik dat gehaald. Okay. Maar dan kan je dus nog helemaal niks. Dat weet ik nu, als ik erop terugkijk. Maar ik heb geluk gehad met mijn leermeesters. En daardoor leer je dit vak. Ja, want op school leer je natuurlijk ook wel het een en ander. Nou, ik heb het dus niet zo heel erg op school moeten leren. Oké. Maar dat was nog wel een opgave, want veel van mijn klasgenoten waren 4-5 jaar jonger. Ja. Dus ik had nog wel een inhaalslag te maken. Dat betekende dat ik overdag volhield dat ik het wel wist, als ik iets hoorde. En dan s'avonds in de boeken dook om te achterhalen wat ik nou precies, waar ik nou precies ja op had gezegd en hoe het nou werkelijk zat. Dus ik heb buiten school om eigenlijk opgeleid van alles te lezen en uiteindelijk te ontdekken welke chefs de toon zetten in de wereld. En zodoende kom je verder. En op een gegeven moment dan ben je klaar met de opleiding, dan moet je ergens aan de slag. Of liep je al stage misschien ergens tijdens de opleiding? Ja, het is 4 dagen werken, 1 dag naar school. Nou, dat heb ik dus iets meer dan een jaar gedaan. Ja. En toen kwam ik gelukkig op een plek terecht waar een chef stond met een enorme reputatie. En een enorme vakkennis. Wie was dat? Dat was Paul Vagel. Paul? Vagel. Vagel. Van de beroemde Vageldynastie. Oké. En daar is bij mij eigenlijk de knop omgegaan en kreeg ik besef van wat erbij komt kijken om dit vak uit te oefenen. En dat was op een leeftijd van 22. Dat was ik nog vrij jong, ja. En hoeveel leermeesters heb je gehad door de jaren heen? Waarvan je zegt, nou daar heb ik echt wat aan, daar heb ik wat van geleerd. Het is mijn leermeester. Nou, je leert natuurlijk van iedereen wel iets. En ook van ervaringen die minder positief zijn leer je. Ja. Maar er zijn wel denk ik 4 chefs heel bepalend geweest voor mij. En uiteindelijk, als je dat dan doorlopen hebt, dan moet je zelf op zoek naar iets wat je voorkeur heeft. Als het gaat om de stijl van koken en de lijn die je probeert aan te brengen in je eigen keuken. En dan moet je eigenlijk weer los zien te komen. En dat is eigenlijk de afgelopen 10 jaar actueel. En blijf je ook nog gewoon in ontwikkeling? Dus blijf je nieuwe dingen ontdekken? En... Ja, dat stopt dus niet. Ik vermoed dat het ook nooit ophoudt. Het is evolutie en die is per definitie onomkeerbaar. Ja. En zo ervaar ik het ook. Dus als je mij zou beoordelen op het werk
van 5 jaar terug ten opzichte van nu, dan zie je dat daar verschil in zit. Dat is heel dynamisch. Je hebt het over evolutie. Wat voor, hoe ga je dat onderbouwen, wat je daarmee bedoelt? Ja. Het is misschien goed voor de mensen om te weten. Restaurant een nieuwe winkel, 6 jaar geleden begonnen. Ja. En om bijvoorbeeld te noemen, toen kookten we nog best wel internationaal, met internationale invloeden. Dus gerechten die een oorsprong kenden in Azië stonden doodleuk naast. Ja. Gerechten die een duidelijke Europese identiteit hadden. Mm-hmm. En dat leek toen volstrekt logisch voor mij. Ja. Als je nu kijkt wat we doen, is dat juist heel erg een reflectie van de plek waar we zijn. We zijn hier in Nijmegen. Ik heb een bepaalde achtergrond, opleiding, bepaalde voorkeuren en alles komt dan samen. En dan is het hoogst haalbare dat mensen dat ervaren door het eten wat ze krijgen. En dat besef van tijd en plaats, die gedachte, die heeft me enorm geïnspireerd. Dus je dat kan laten zien, ja, in eten. En hoe geef je dat vorm binnen je eigen restaurant? Er is niet echt een methode voor. Het is intuïtief en vooral in samenspraak met bijzondere leveranciers en producenten. Ja. En die dicteren voor een groot deel die ontwikkeling. Dus vandaag is het mooi weer. Mm-hmm. De dag-nachttemperaturen zijn hoog. Vervolgens gaat het heel veel, heel snel groeien. Ja. En het aanbod wat dat voortbrengt, dat bepaalt wat wij in de keuken weer tot gerechten maken. Dus het is veel directer geënt op wat hier in de omgeving gebeurt dan dat het 6 jaar geleden was. En je werkt alleen maar met streekproducten? Ja, het is een beetje een dooddoener, maar het klinkt waarom ook een dooddoener? Het is ook vermarkt, het lokale verhaal en het kan ook in het rijtje duurzaamheid en, ja, en biologisch. Maar het is bijna in mijn ogen een soort van basisvoorwaarde. Natuurlijk werk je met streekproducten en haal je de, ja, sperziebonen niet uit Kenia. Iets zeg maar dat daar een logica in zit. Ja, maar aan de andere kant zou je ook misschien als kok willen denken van goh, we hebben hier of ze hebben in India bepaalde groentesoorten of kruiden die we hier niet hebben. En dat je daar dan mee wilt werken of zo? Nou, ik ben ook zeker niet zo radicaal dat het absoluut niet de bedoeling is. Mm-hmm. Maar als je toch de keuze hebt uit Nederlandse of Peruaanse groene asperges, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat je kiest voor die uit Peru. Ja. Nou, en die gedachten die kun je terugvinden in heel veel van de keuzes die we maken. En wat voor mij ook een belangrijk leermoment was, was de quote van Michael Pollan. Wat die zei, je kunt beter inconsequent goed doen dan consequent fout. En ik denk dat dat in ons vak heel actueel is. Ik heb toevallig een tijdje terug een leuke documentaire van gezien van Michael Pollan. Het ging dan over brood en over lucht en Netflix originals. Geniaal. Dat heb ik mij een keer eerder verteld. Maar hoe lang heb jij de nieuwe winkel? Bijna 6 jaar. En daarvoor? Was je ook ondernemer? Of is dat... Nee, ik heb ook ongeveer 6 jaar gedaan over uiteindelijk het openen van een nieuwe winkel. Het is wel een typisch verhaal van de aanhouder wind. Ja. Die ambitie had ik al, maar dat valt niet mee om daar rond te krijgen. En zeker niet in de tijd van een bankencrisis en een neergaande economie. Ja. Moet je niet bij een bank aankomen met het verhaal, ik ben starter en ik wil een restaurant beginnen. Dus ik heb denk ik wel 7, 8 gesprekken gehad. Ze zagen me weer aankomen. Ja. En uiteindelijk is het op wonderbaarlijke wijze toch gelukt. En waar zit hem dan in, denk je? Je verhaal? Of, uiteindelijk gaat het om de inhoud. Er zal natuurlijk nooit iemand een slecht plan afwijzen. Nee. Dus als je ondernemingsplan of je marketingplan goed is, dan zegt de bank van... Stel dat je een geweldig goed idee hebt, dan gaat het natuurlijk niet zo zijn dat niemand daar iets in ziet. Nee. En andersom is het ook zo. Ja. En ik geloof nog steeds dat dat zo is. Dus als je ambitie hebt of dromen, ga daarmee aan de gang en overtuig anderen en inspireer anderen en dan zul je zien dat dat verder komt. En vergeet soms ook dat de factor tijd bestaat. Had je niet, raak niet teleurgesteld als het een keer een jaar langer duurt. Ja. Want hoe lang heeft het
gevoelsmatig voor jou geduurd voordat jij dus je zaak had? Heeft het, was het 6 jaar dat ik er bewust mee bezig was. Ja? Ja. Ik heb wel 100 verschillende dingen geprobeerd. Hoe vaak heb je bijvoorbeeld je ondernemersplan moeten aanpassen of moeten indienen? Of was dat in één keer? Nee, dat is een proces. Het wordt er ook alleen maar beter van. Hè. Je moet je ook niet uit het veld laten slaan als dingen afgewezen worden. Ja. Maar dat is een proces dat gaat de hele tijd door. Tot het een keer goed valt. Oké. Okay. En dat was dus 6 jaar geleden, toen zei de bank van... Die trapte erin, ja. Ja, goed. Zo gaat het dan. Zijn ze nog wel langs geweest, je tussenpersoon, of om even een appje te... Jawel, ze zijn trots, denk ik, ja. Ja, mooi. Zeker de accountmanager die toen wel er iets in zag. Ja. Die volgde het nog steeds met belangstelling. Ze werkt inmiddels niet meer bij de bank, maar... het is fijn dat je dan ook uiteindelijk bestaansrecht hebt. Ja. Dat valt nog niet mee in deze wereld. Zijn er misschien, dat is weer een andere vraag, maar zijn er bepaalde landen die al een beetje van nature koken zoals jij dat net aangeeft? Hè? Dus dat het allemaal vanuit de natuur of met ingrediënten werken die nog onbekend zijn. Zijn er bepaalde landen die, waarbij dat al een beetje in de cultuur zit? Nou, ik denk dat het overduidelijk in Japan bijvoorbeeld zo is dat ze heel dicht op de natuur staan en heel veel respect hebben voor het product en hoe dat product tot stand komt. Dus daar kunnen wij nog wel iets van leren, ja. Okay. Hey, ik geef je het op. Ik ben klaar. Ik geef het op. ik wil het vooral niet heel veel korter maken. Ik heb het ook wat uitgedund, vooral hierachter. Had jij nog vragen over het kapsel? Over het kapsel? Of over de omgeving? Ik heb daar dus helemaal geen verstand van, dus ik moet daar heel voorzichtig over zijn. Ja, ik ben altijd weer onder indruk hoe jij daar ook echt ideeën bij hebt. Kijk, wat ik dus wel heb gedaan is ietsjes aangesloten. Er zijn niet meer van die hele lange vleugels. Dus al valt het opzij, dan valt het gewoon heel subtiel opzij. Wat ingekort, nekhaartjes weggehaald. En ik zou er nog wel wat product in willen aanbrengen. Dat, ja. Ja? Het is ook een soort smeersel waar je het over had. Heb jij een waterbasis iets? Dus ik vermoed van wel. Want dus dat, als je dat eruit was, dan was je er ook zo uit. Zie maar, dan ga ik hem ook gebruiken. Ik, vroeger zat ik wel zonder gel. Hè. Toen ik 16, 17 was, gebruikte ik wel eens gel. Wat bijvoorbeeld zo'n leuk weetje, citroensap bijvoorbeeld. Als je dat in je haar smerkt, wordt het gewoon keihard. Dat wordt net als haarlak, wordt net als gel. Het enige bijkomend nadeel is dat het ook, als je onder de zon daarmee loopt, dan wordt het heel snel weer blond je haar. Als het ligt het haar op. Maar citroen is ook, kan je ook gebruiken als een stylingsmiddel, citroensap. Mijn fantasie wordt geprikkeld. Ja. Ja, misschien is het wel leuk om naar de Nijmegenaars misschien een tip. Iets wat misschien zelfs in ons tuin groeit, wat eetbaar is, waarvan je zegt van nou, of in de omgeving, dat je zegt van nou, dat is iets wat weinig mensen kennen, maar dat is gewoon eetbaar. Ja, zevenblad. Zevenblad. Mensen zijn er heel druk mee dat te bestrijden. Ja? Mijn advies zou zijn, maak er lekker pesto van of een stampotje. Ik ken het dan niet. Waar, hoe, dat groeit echt overal nergens? Ja, nou, de naam doet al vermoeden hoe het blad eruit ziet. Ja. Ja, het is ooit geïntroduceerd door de Romeinen. Okay. Als groente. En het is een woekeraar. Een beetje een vergeten groente. Worden. Nou ja, vergeten dat je hem kan eten, denk ik. En daar geldt ook weer het motto, if you can beat it, eat it. Ja. En ik weet zeker dat er heel veel mensen die kijken nu... zich beseffen van mijn hele tuin staat ermee vol. Misschien moet ik maar eens iets anders proberen dan elk jaar dat terugsnoeien. Dus dat is een bak. En hoe kunnen ze dat dan klaarmaken? Nou ja, je kunt het bereiden als een pesto, dat hoor je vaak. Ja. Het jonge blad eet je zo rauw als salade. Ja. Later wordt het wat vezelig. Oké. Dus dat is de grote gouden tip voor nu. En wat moesten ze vooral niet gaan eten waar ze zich aan kunnen verbranden? Dat was de berenklauw. De grote berenklauw. De grote berenklauw. Ja. Nee, er zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het wildplukken, dus ik ben daar vooral voorzichtig mee. Ja. Oké, okay, nou ik dank je voor het gesprek. Ja, hoe voor je het gaan? Het was leuk. Ja. Het was fijn om hier te zijn.
ruim opgezet, die kapperszaak hier. Wel, hè? Ja. Ja, het is een en al barbershop op dit moment. Alles waar je natuurlijk kijkt, behoort... Ik ga hem aan voor de volgende keer. Nou, misschien is het toch mijn baan nog maar even. Hey, bedankt voor het gesprek. Dat was super leuk. Dankjewel. Dat was het.